met: hoe kunnen deze koekjes naar pindakaas smaken? Komt dus blijkbaar gewoon dat er pinda's op zitten. Maar ik was eventjes vergeten dat er pinda's in pindakaas zitten. Jongens en meiden, welkom weer terug hier bij een nieuwe video. Zoals jullie weten ben ik een YouTuber. Fuck ja, als je dat niet wist dan heb je wel een probleem. Maar ik ben dus een YouTuber en mensen die best wel veel volgers hebben zeg maar op het internet, die krijgen al eens rare DM's van andere mensen. Oftewel gewoon kinderen, weet ik voor wie, mensen uit het buitenland of I don't know. Het maakt niet uit, het kan eigenlijk iedereen zijn die je wel eens iets raars stuurt op het internet. En hey, ik ben dat ook. Ik krijg ook heel vaak rare dingen op mijn DM's. Zo heb ik al eens een keer eerder hele rare dingen aan jullie verteld. Maar ik dacht dus gisteren, hey, laat ik mijn DM's weer eens openen. Vandaag is het dus weer tijd om jullie dingen te laten zien van mensen en kinderen die mij dus hele rare dingen sturen. Want oh god, ik heb er weer een paar. Ik ga gewoon beginnen met openen. Dit gaat zo fout, ik zweer het. Ja. Laten we gewoon beginnen bij de eerste persoon. En dat is... Ik ga de namen trouwens niet noemen. Dat ga ik weer niet doen. Want anders gaan mensen serieus echt problemen krijgen. Als je dit soort dingen... Oh, nee, laat maar. Ik ga hier niet eens over nadenken wat er allemaal kan gebeuren. Oh, en wacht eventjes. Wow. Ja, sorry. Ik droeg die trui serieus al zo'n 5 dagen achter elkaar of zo. Dat is echt niet gezond. Oh, shit. Oké, daar gaan we. Ik heb hier de allereerste DM. Hey Gio. Ik heb gisteren dus een droom gehad over jou. Je was je kleding kwijtgeraakt toen je net onder de douche uitkwam. Oké, dus stel je voor, de droom was serieus iemand over mij. Dat zullen jullie misschien vast ook wel eens doen. I don't know, zou best kunnen. Ik ging je toen helpen, maar we dachten, haha, laat maar. En toen doken we het bed in. En toen... Ja... elkaar. Ik ga het woord niet hardop uitspreken. Ik bliep het wel of zo. Hahaha. En nu wil ik het echt nog een keer dromen. Uitroepteken, uitroepteken. Ik hoop zo erg dat dit... Ik wil echt weten welke mensen er achter dit soort dingen zitten. Oké, dus de droom blijkbaar iemand over mij. Die wil met mij het bed induiken en die wil dan met mij neuken. Maar hey, je dacht misschien van dit is de enige die je rare dingen stuurt. Nee! Er komt nog een volgende. Ik heb zo'n zin om naar jouw huis te komen en daar zulke ontzettende vieze dingen met je te doen. Echt, oh my god, Gio. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Wacht, dus we moeten het even schreeuwen. Ik heb zo'n zin om naar jouw huis te komen en zulke ontzettende vieze dingen te doen. Echt, oh my god, Gio. Wat moeten mijn buren wel niet denken? Stel je voor dat we het echt konden doen. Zou zo goed zijn. Ja, wat? Wat voor vieze dingen wil je met me doen? Wat zou ze bedoelen? Wat zou hij bedoelen? Ik weet niet eens of... Ja, ik kan de foto niet laten zien, maar dit is een zij. Ik moet echt uitkijken dat niemand mij hier buiten hoort of zo. Yo! Neem niet serieus wat ik zeg. Top! Voordat ik straks keihard ga kreunen en de buren die ineens aanbellen van... Yo, what the fuck zijn jullie aan het doen? Ik zag Juliette, oftewel Jultje denk ik. Jultje heet Jultje, oké? Ik zag Juliette gisteren vreemd gaan op straat. Ze zoende een andere jongen en daarna ging ze met hem mee naar huis, denk ik. Dus ik zal het echt uitmaken met haar. Dat mensen serieus dit sturen. Hoe neem je de moeite om te denken van, oh, laat ik dit eens opsturen naar hem? En dan moet ik het, omdat die persoon het zegt, moet ik het uit gaan maken. De volgende. Haha, Mel en Jasper hadden gisteren ruzie in de metro en ze zeiden dat het over jou ging. Oké, Melanie en Jasper zijn betrapt in de metro. Jij had Melanie heel hard geslagen en ik zat ze echt af te luisteren. Hahaha, what the fuck. Oké, laten we Mel op gaan bellen en vragen aan de of ze over mij aan het roddelen was. Hoi. Yo, hey, waarom roddel jij over mij in de metro dat we ruzie hebben? Wat? Ja, waarom roddel jij over mij? Ja, je bent een video aan het maken. Nee, weet je, ik krijg een DM van iemand. Weet je wat die persoon zegt? Nee. Haha, Mel en Jasper hadden gisteren ruzie in de metro en ze zeiden dat het over jou ging. Jij had Melanie heel hard geslagen en ik zat ze af te luisteren. What the fuck? Gisteren in de metro? Ja, gisteren in de metro. Dus jij hebt over mij zitten roddelen, hè? Ik heb gisteren niet eens in de metro gezeten. Jawel! Oké. Oh. Well. Niet? Ja, maar jij belt mij nooit, dus ik wist gelijk dat je een video aan het opnemen was. Nou, je bent zo stom. Zo zie je maar, het is niet eens waar. Hoe moet ik deze mensen überhaupt geloven? Proberen ze serieus mij op te zetten tegen mijn zus of zo, of tegen Jasper? Ik bedoel, wat proberen ze hiermee? Willen ze ruzie veroorzaken? Oh, oh shit!
Gio, mag ik alsjeblieft nu seks met je? Ik sta voor je huis. Maat! Oké, ik sta voor je... Wacht. Wanneer is dit verstuurd? Oké, dit is 4 dagen geleden verstuurd. Denk niet dat die persoon er nog staat. Let's go. Lieve, weet je, met dit soort dingen vraag ik het me echt af. Hè? Stonden ze echt voor mijn huis? Komt het? Staat hier iemand voor mijn huis? Ja, betrapt. Hallo? Ik zie helemaal niemand. Ik zou trouwens ook niet 4 dagen volhouden om voor mijn huis te gaan staan ofzo. Hallo? Haha, oké. Dus ik had gisteren een video van je gekeken. Dus ik zit zo nu weer te kijken. Zit ik terwijl dat ik je video kijk een appel te eten? Maar die appel blijft dus in mijn mond zitten. Ja, wat is dan de bedoeling van de appel? Moet je me... Oké. Ik ga hem echt ook een keer in jouw kont douwen. What the fuck? Man! Waar slaat dit op? Ik wilde... Oh! Mijn telefoon. Ik wilde nog zeggen, waar moet je dan een appel doen? Moet je hem in je kont douwen? Nou, zij wilt hem dus bij mij in mijn kont douwen. Hey, superknappe Gio. Ik zag je gisteren voorbij fietsen in het dorp. Wow. Ik ben dus Diano. Jij bent zo'n mooie jongen. Maar ik zat dus te denken van... Misschien kan ik je een keer ontmoeten. Als je dat niet wilt, ruk ik je wel. Van de fiets af. Oké. Blijf rustig. Ik zat dus te denken van... Dat je misschien wel zin hebt in me. Als ik je nog een keer zie, spreek ik je wel aan. Nee, doe maar niet. Je hebt trouwens ook echt hele mooie oren. Echt prachtig. Kom anders een keer langs mijn huis. Mijn bed is lekker warm. Gast, ik wil verhuizen. Ook dat hij zegt, als je dat niet wilt, ruk ik je wel. Dus haakjes van de fiets af. Wat bedoelt hij dan met dat... Een jongen, ik heb hier een jongen. Skuurt. Ik wil zo graag jouw vinger in mijn mond, gewoon voor erover heen kotsen en daarna weer hem diep in mijn keel stoppen. Mam! Mama! Yo! Ik ben ook maar een YouTuber, ja? Je hoeft mij dit soort shit niet te sturen op DM! Yo, kijkers, lieve kijkers van mij, lieve schattenbouten. Ik ga gewoon nog 1 DM opzoeken. Dat is het wel weer genoeg van vandaag. Ik zweer het, dan hebben we wel weer genoeg mindfuck voor vandaag en... Dan is het over, oké? Dan kan je deze video rustig afsluiten, rustig op de bank gaan zitten en denken van... What the fuck heb ik zojuist gekeken? Jij hebt zeker van die grote hangballen. Dat zie ik wel aan je, hè? Goh, rotjong dat je bent. Ik heb ook echt enorme borsten. Daar wil jij sowieso je gezicht een keer tussen stoppen. Oké, sluit de video maar af. Ik weet niet wat mensen allemaal naar mij sturen, maar dit krijg ik dus op mijn DM. Dit gebeurt er dus in mijn leven. Hiermee moet ik elke dag dealen. Jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het is echt fucking apart wat je dus allemaal voor berichten kan krijgen. Echt, ik ga nooit meer mijn DM openen. Ik ga nooit meer mijn DM openen. Jongens en meiden, nogmaals bedankt voor het kijken. Wil je nou nog een keer dat ik dit doe? Laat het dan eventjes achter in de comments. En dan zeg ik tot de volgende video. En later! We'll be right back.